Johan, hoe was het om centraal in de verdediging te staan? Voor mij niet nieuw. Ik heb er vaker gespeeld. En ja, het was wel lekker om naast Virgil te spelen. Het voelde goed aan, dus ja, het is wel oké. Ja, ik heb Boni bijna niet gezien. Nee, hij had het wel lastig. Ik denk dat hij had wel wat veel balverlies. Dat is verdienste van ons. En ja, ik denk dat we hem wel goed hebben aangepakt. Ja, wanneer hoorde je dat jij op die positie zou beginnen? Ja, ik voelde het al aan tijdens de trainingsweek. Maar echt zeker was vrijdag. Wist ik het wel heel zeker dat ik daar zou gaan spelen. En dat ik me moest voorbereiden op Boni. En hoe bereid je je dan voor? Ja, gewoon goed met Virgil praten en met de backs en met je middenvelders hoe we hem gaan aanpakken. Ja, we wisten dat die bal vast is en ja, we hebben de middenvelders goed gecoacht dat die er snel bij moeten zitten voor de tweede bal. En je had kunnen zien dat hij daardoor vaak balverlies leed. Ja, ben je dan tevreden met het 0-0? Jullie hebben ook goede kansen gehad. Ja, het is net niet de tweede helft. Ik denk dat er wel nog wat meer in had gezeten, vooral na de rode kaart. Maar ja... ik ben in ieder geval wel tevreden dat we de 0 hebben gehouden. Dat is wel belangrijk. Ja, want hoe belangrijk was dat? Want de laatste wedstrijd natuurlijk veel tegendoelpunten gehad. Gaat het ook in je hoofd spelen? Ja, het gaat toch wel even meespelen. Je gaat kijken waar het aan ligt. En ja, dus dan kunnen we nu wel tevreden zijn dat we de 0 hebben gehouden. Ja. En je zei het al, in het verleden heb je vaak op die positie gespeeld. Waar speel je nou liever? Rechtsback of centraal? Ik speel waar de trainer me nodig heeft. Ik voel me goed op beide posities, dus centraal is niet nieuw voor mij en ik kan er lekker spelen en dat geldt ook voor rechtsback.